In deze video ga ik uitleg geven over meetniveaus. In je boek zie je dat dit in verschillende paragrafen geïntroduceerd wordt. Ik geef je nu één keer één handig schema waarbij je eigenlijk alles heel goed uit elkaar kunt houden. We beginnen helemaal bovenin met kwalitatieve variabelen. Wat zijn de kenmerken daarvan? Dat er een categorisering mogelijk is. En het verschil van twee op één volgende getallen, die heeft geen betekenis. Dus het verschil van twee op één volgende getallen heeft geen betekenis. En dan komen we bij de meetniveaus aan. De meetniveaus die zie je eigenlijk in deze kolom staan. Je ziet dat we vier meetniveaus hebben, nominaal, ordinaal, interval en ratio. En de bovenste twee die horen bij kwalitatieve variabelen. Nou, wat kenmerkt het nominale meetniveau? Dat er alleen maar een categorisering mogelijk is. En wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen dat er een naamgeving in zit. Bij het ordinale meetniveau voeg ik daar iets aan toe. Dus je hebt ook weer de categorisering. En wat voeg ik daaraan toe? Volgorde. Dan betekent dat dat er dus een ordening mogelijk is. Vandaar ordinaal. Nou, laat ik eens wat voorbeelden opnoemen. Bij het nominale meetniveau moet je bijvoorbeeld denken aan woonplaats. Nou, elke woonplaats heeft een naam. Hè, maar er is niet echt per se een volgorde in. Je zou hoogstens kunnen zeggen, ik kan de woonplekken op volgorde van het alfabet zetten. Dan is er wel een ordening mogelijk. Maar zolang dat niet gegeven is, dan is het gewoon het ordinale meetniveau. Als jij bijvoorbeeld twee woonplaatsen met elkaar vergelijkt, Amsterdam en Breda, dan is het niet per se zo dat Amsterdam bovenaan moet komen en Breda onderaan. Dus dit is echt het nominale meetniveau. Dat is ook zo bij beroep. Ook zo bij geslacht. En wat is nou bijvoorbeeld het ordinale meetniveau? Nou, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een tevredenheidsschaal. Van 1 tot en met 5. Nou, je hebt het vast allemaal wel eens gedaan, een vakantie geboekt. En dan ga je als eerste kijken welke vakantie heeft de hoogste rating. En dan zie je bijvoorbeeld ergens staan 9,3 sterren van de 10 sterren. En dan denk je, oh, dat zou wel goed zijn. Wat hier eigenlijk gebeurt, mag niet. Wat wordt hier namelijk gedaan? Hier worden gevoelscijfers met elkaar vergeleken. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat er iemand heel erg kritisch altijd is en die geeft die vakantie 1 ster, terwijl voor jou is die vakantie gewoon 5 sterren. En je bent dus eigenlijk een gemiddelde aan het uitrekenen van gevoelscijfers. Dus eigenlijk klopt dat niet wat daar gebeurt. Neemt niet weg dat de wet van de grote getallen aangeeft dat als een vakantie 9,3 of 9,5 van de 10 sterren krijgt, dat waarschijnlijk natuurlijk een fijnere vakantie is dan dat je daar maar 2,3 sterren ziet staan. Maar houd dat wel goed in je achterhoofd. Het verschil van die opeenvolgende ratings, dat heeft eigenlijk geen betekenis. Want er zijn geen vaste voorwaarden waarom iemand 1 ster geeft en waarom iemand anders 5 sterren geeft. Nou, dan moet je ook bijvoorbeeld denken, en dat komt omdat het ook over het gevoelscijfer gaat. Gradaties, eenzaamheid is ook geen vaste betekenis tussen te kenmerken. En ook bijvoorbeeld dit, het lidmaatschapsnummer. Ik bedoel, ja, wat krijg je als je lidmaatschapsnummers bij elkaar optelt en door 2 deelt? Ja, dat heeft geen betekenis. Maar kan het wel op een bepaalde volgorde zetten. Dus daarom hoort het bij het ordinale meetniveau. Nou, dan komen we bij kwantitatieve variabelen uit. Nou, kwantitatieve variabelen, dat zijn eigenlijk meetbare gegevens. En dat betekent dat het verschil, ik kort het even af, hetzelfde als hierboven, dat heeft wel betekenis. En dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het gemiddelde uit te rekenen, de mediaan, de modus te bepalen, allemaal dat soort dingen. Dus dat is daar wel mogelijk. En het intervalmeetniveau, dat wordt dus gekenmerkt door, nou, er is een categorisering mogelijk, de volgorde. Het kan op volgorde gezet worden en dit voegt er nog aan toe dat er dus wel gelijke verschillen zijn.
Alleen bij kwantitatieve variabelen kan ik bij het meetniveau interval en ratio een onderscheid maken tussen twee zaken, namelijk discreet en continu. En dat kan ik hier ook doen. Dat kan bij de bovenste twee meetniveaus kan dat dus niet. Nou, wat betekent dat? Wat is het verschil tussen discreet en continu? Bij discreet geldt dat er alleen maar losse waarden mogelijk zijn. En bij continu geldt dat er alle mogelijke waarden kunnen voorkomen. Dus kan ik hier ook overnemen, want hier geldt gewoon hetzelfde. En dan gaan we ook wat voorbeelden doorlopen. Dus hierbij discreet. Nou, het intervalmeetniveau en dan discreet. Wat is dan een voorbeeld? Bijvoorbeeld het rapportcijfer. Bij het rapportcijfer geldt dat je natuurlijk wel dat het verschil tussen twee getallen wel een betekenis heeft. Als je een 5 of een 7 haalt, er zit een verschil van 2 punten in. Ja, dat heeft natuurlijk wel degelijk betekenis. Maar bij het rapportcijfer geldt, dat wordt altijd afgerond op gehele. Dus niet zomaar alle waarden zijn mogelijk. Je ziet op een rapport nooit als eindcijfer staan. Je hebt een 6,34982 gehaald. Vandaar dat het dus hoort bij discreet. Nou, zo moet je ook denken aan schoenmaat. Ondanks dat je tegenwoordig al wat vreemdere maten hebt, zoals 42, 2 derde enzovoort, is het nog steeds zo dat niet alle maten mogelijk zijn. Je kunt de schoenen natuurlijk wel op maat laten maken, maar ik heb het nu eventjes over de standaard schoenmaten die je in de winkel ziet. En dan is nou eenmaal niet alles mogelijk. Nou, continu. Dan moet je denken aan jaartallen. En daar is in principe elke waarde mogelijk, mits je het jaartal zo nauwkeurig maakt als bijvoorbeeld in dagen of in seconden, hoe nauwkeurig je het wil. Je kunt een tijdstip, een bepaald jaartal, kun je zo nauwkeurig maken als dat je zelf wil. Als je jaartallen alleen moet afronden op gehele, dus je geeft alleen een jaartal, bijvoorbeeld 2023, dan is het natuurlijk wel weer discreet, want puur het jaartal zelf, daar zijn alleen maar losse waardes mogelijk. Dus ik zet hierachter jaartallen in, bijvoorbeeld seconden nauwkeurig. Nou, wat is nog een voorbeeld? De temperatuur. Maar dan zet ik er expres bij graden. Nou, elke temperatuur is mogelijk. Maar wat is dadelijk het verschil? Ja, je hebt ook nog de temperatuur in Kelvin. Zal ik dadelijk gaan uitleggen. We gaan nu naar het ratio meetniveau. Die heeft ook alle eigenschappen die ik hiervoor had opgeschreven. En wat voegt hij er nog aan toe? Nou, die voegt er nog aan toe dat er een natuurlijk nulpunt is. Ik zal dit ook even overnemen. Categorisering, volgorde, gelijke verschillen. Nou, wat is nu een voorbeeld van een discrete variabele bij het ratio meetniveau? Nou, dat is bijvoorbeeld het aantal appels in een boom. Er is hier een natuurlijk nulpunt, namelijk 0. Je kunt niet minder dan 0 appels in de boom hebben. En wat is nog een voorbeeld? Bijvoorbeeld het aantal broers of zussen dat iemand heeft. Ook daar geldt hetzelfde natuurlijke nulpunt van 0. Dan bij continu. Dan moet je denken aan lengte, gewicht, ook allebei. Minimaal 0 en alle waarden zijn mogelijk, dus dat is weer continu. En als laatste de temperatuur in Kelvin. Voor degenen die scheikunde hebben, er is vastgesteld dat de temperatuur op aarde nooit kleiner kan worden dan min 273 graden Celsius. En er is afgesproken, dat noemen we 0 Kelvin. Dus als ik de temperatuur in Kelvin meet, is er wel een natuurlijk nulpunt. En in graden is dat niet zo. Het is dus ook fout om te zeggen dat 40 graden twee keer zo warm is als 20 graden. Want dat kan ik alleen maar zeggen als ik het aan een natuurlijk nulpunt zou relateren. Daarom is het misschien ook, daarom klinkt het ook heel gek dat je bijvoorbeeld in de sauna, bijvoorbeeld een sauna hebt van 90 graden. Oh, dat is drie keer zo warm als dat je bijvoorbeeld
buiten al rondloopt en bij 30 graden is het al warm. Maar eigenlijk is het dus niet 3 keer zo warm. Omdat je het niet aan een natuurlijk nulpunt relateert. Nou, hier heb je denk ik een heel handig schema waarbij je alle verschillen goed uiteenziet en per meetniveau en bij kwantitatief ook nog per discreet en continu zie je wat variabelen staan. Ik hoop dat je dit goed gaat helpen met alles uit elkaar houden. Nou, vond je dit een goede video? Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.